Alleen maar regen, regen, regen. We hebben weer overal paraplu's neergehangen. We hebben stokken onder de zeilen gezet. Hoeveel moeite heeft het gekost om de droge worst droog te houden? Nou, gisteren een heleboel moeite heeft dat gekost. We zijn ook eerder weggegaan gisteren. Regen, regen en nog eens regen. De 51ste editie van de Giessense Mert, een jaarmarkt zoals je ze veel tegenkomt in de kleine Brabantse dorpen, viel letterlijk in het water. Veel water. Hoe vaak heb je op buienradar gekeken de afgelopen 24 uur? Wil je het echt weten? Nog nooit eerder werd de normaal zo druk bezochte jaarmarkt geteisterd door zo enorm veel regen. Kijk, en nou begint het te regenen. Nou moet ik eigenlijk even een zeiltje ook dicht hangen. Sorry. Ja? Nou ja, ik heb net de tenten laten zakken omdat het nou gaat regenen, zeg maar. Dan waait het niet in en dan loopt het ook netjes af. Dus de mensen staan droog. De omzet is bedroevend eigenlijk. We doen ons best, we blijven vrolijk, dat sowieso. We houden de lol erin. Maar het is niet wat een wezen moet. Nee, absoluut niet. De dames van de Spekkieskraam hebben net als vele andere ondernemers nogal wat waterschade geleden. Het kwam echt met emmers naar beneden. We hebben de stand moeten stutten, we hebben dubbele zeilen moeten zetten. De water kwam gewoon door het dakzeil heen. Wat allemaal op de spekken terecht kwam en we hebben gewoon hele dozen weggegooid. Met spekken. Het was verschrikkelijk. Drijf en drijfnat. Hoe desastreus was dat voor jouw omzet? Ja, heel desastreus. 3 klanten gehad. Hele dag bijna geen mensen. En we zijn om 5:30 in gaan pakken omdat het gewoon niet meer te doen was. De 51ste editie van de Giessense Mert was een gedenkwaardige omdat die zo nat was. Kletternat. De natste in 50 jaar tijd.